Welkom, welkom op Vol Liefde Leven en mijn naam is Jolanda Vrijhoeven. Daar gaan we dan. Ik wil je vandaag een best persoonlijk en voor mij emotioneel verhaal vertellen. Het verhaal van mijn bijna doodervaring. Het is al heel lang geleden, in december 1985. En in de jaren daarvoor, eigenlijk van kind af aan, had ik al een kinderwens. En toen eenmaal mijn partner in beeld was, de woonruimte was, toen werd die kinderwens alleen maar groter en groter. Maar ik kon niet zwanger worden. Na een lange tijd van ziekenhuisbehandelingen, dagelijks naar het ziekenhuis, was ik eindelijk tenslotte zwanger. Nou, toen bleek het een tweeling te zijn. Heel even slikken en toen natuurlijk groot feest. Want ja, dan wisten we in ieder geval zeker dat we twee kindjes kregen. Hoe geweldig is dat? Tot ik met 19 weken iets voelde. Het leek wel of het ene kindje doodging. En een uur later voelde ik gewoon het tweede kindje doodgaan. Nou, die week moest ik een echo laten maken en ja, werd mijn angst bewaarheid. Beide kindjes waren overleden. Met de gynaecoloog was afgesproken om die maandag terug te gaan naar het ziekenhuis. Om met een infuus de weeën op te wekken. Want ik wilde heel graag mijn kinderen op een normale manier, tussen aanhalingstekens, op de wereld zetten. Dus zo geschiedde. Maandagmorgen om 8 uur aan het infuus en vanaf 7:55 één grote wee. Nou, s'avonds om 5 uur bleek dat ik nog maar een paar centimeter ontsluitingen had. Nou, zei de gynaecoloog, ik haal je van het infuus af, zullen over een uurtje de weeën wel gezakt zijn. Ga je lekker naar huis, proberen we het overmorgen weer. Prima. Zo gezegd, maar zo niet gedaan natuurlijk, want die weeën gingen door en door en door. En de hele nacht lang. En niet op te vangen. En jongens, waar werd ik moe van? Dat weet ik nog wel. Tot de volgende dag om 12 uur, plotseling, mijn eerste kindje werd geboren. Het was inderdaad overleden. Ik zal een lang verhaal kort maken. Toen ben ik naar de verloskamer gegaan. De gynaecoloog was ondertussen erbij geroepen. En toen waren we weer weg. En ik weet nog dat hij zei, nou dan ga ik het halen. Ik zei, nee, ik wil ook dit kindje zo op de wereld zetten. Hebben we zitten overleggen. Nou ja, op- en afbieden was het eigenlijk meer. Hij zei, ik geef je 5 minuten. Ik zei, uurtje. Nou, zo zijn we uitgekomen om 2:55 ondertussen. Hoe laat denk je dat twee kindjes geboren? 2:55, het is niet te geloven, echt waar. Toen wilde de placenta niet loskomen, dus ik moest alsnog naar de OK. Gelukkig had mijn infuus nog in. Ik ben meteen naar de OK gebracht, stond in de lift en voelde me gewoon heel slapjes en suf worden en zag het bloed van het bed afstromen. Dus ik zeg tegen die verpleegkundige, is dit wel goed? Nou, zij trekt meteen natuurlijk alle registers open, belt vanuit de lift naar de OK. De anesthesist kwam al tegemoet gerend en voor ik het wist lag ik op de OK. En hebben ze die vloed kunnen stoppen, dat was het dus. Tijdens de curettage heb ik nog een paar bloedingen gehad, maar die konden ze meteen dichtbranden, dus dat was nou niet echt het probleem. Maar toen ik weer terug was op de kamer en het leek of alles in orde was, heb ik plotseling nog een derde heel heftige vloed gehad. Nou, binnen no time stond heel de kamer vol met witte jassen. Helemaal rond mijn bed witte jassen. En ik denk, waar? Ik lig helemaal niet meer in het bed. Ik zweef erboven. Dus ik nog roepen, joehoe, ik ben hier. Want iedereen was gericht op de bed en ik zweef erboven. Tot ik bedacht, oh wacht even, ik kan natuurlijk niet roepen.
andere stem zit in mijn lichaam, maar ik niet meer. Nou, ik ben toen uit mijn lichaam dus al gegaan. En ik weet nog zo goed dat er op dat moment geen pijn was. Geen angst was. Geen leed. Ja, en ook dat ik zo goed wist wat ik op aarde kwam doen. Dat mijn doel duidelijk was. Dat, wat de functie van dingen allemaal waren. En ja, ik ga door het raam. Heel rare gewaarwording. Door het raam gaan. Naar boven. Naar de wolken, door de wolken heen. Ik verlaat eigenlijk de ozonlaag van deze aarde, zo voelde het. En ja, ik kan er geen tijd aan geven, want tijd bestond in mijn beleving ook niet. Ik heb geen idee hoe lang dit hele verhaal geduurd heeft. En ik kom in een tunnel terecht, in een hele lange tunnel. Bruin-grijzig van kleur en het leek net... Ja, een soort ribachtige ja, vorm. Zo rondliep het. Met een prachtig wit helder licht op het eind. En daar werd ik als het ware naartoe gezogen. Het was zo'n mooi wit helder licht. En toch deed het niet pijn aan je ogen. Ik kon niet anders, ik wilde niet anders meer dan naar dat licht toe. Ik kan het heel moeilijk uitleggen. En ik ging ook in een sneltreinvaart. Tot ik bijna uit de tunnel was, bijna in het licht. En wie kwam ik daar tegen? Mijn oma. Mijn oma had altijd gezegd, zeer gelovig, als jij naar de hemel gaat, Jolanda, zei ze, sta ik op de poort, bij de poort op jou te wachten. Nou, die poort was dan niet helemaal een hemelpoort in mijn beleving dan, maar die tunnel. En ik weet nog dat ik met haar heb staan te overleggen, hoe raar het ook klinkt. Zo van, je hebt nu de keuze, je mag terug naar het licht, daar waar je thuis bent. Dat mag, maar je mag ook kiezen om in dit leven alles af te maken. En wat alles dan was, dat wist ik op dat moment. Maar nu gelukkig niet meer. Maar weet dan als je teruggaat dat je kiest voor een leven waarin nog veel pijn en verdriet zal komen. Dat is later ook zo geweest. Ik weet nog dat ik er even over nagedacht heb en toen gekozen om terug te komen. En hoe goed ik in dat licht of in die tunnel wist wat mijn doel was en wat ik hier nog zou gaan meemaken op het moment dat ik terugkwam in mijn lichaam. Wist ik daar niet meer. Ik wist alleen nog dat het zo was. Dat ik daar in dat licht wist. En hoe mooi het daar nu was. Heel bijzonder. De dagen daarna waren erg verwarrend. Ten eerste was er natuurlijk de rouw om mijn twee prachtige kleine kindjes. Het bleek een eeneiige tweeling te zijn. Twee jongetjes. En ze leken sprekend op mijn partner. Ja, dus ik was van de ene kant heel trots. Had het gevoel dat ik moeder was. Maar wel een moeder zonder kiddo's. Dus ook weer, ja, heel verdrietig. Maar het verwarrende zat natuurlijk ook in die ervaring. Wat ik nu weet, een bijna doodervaring. En ik durfde er niet over te praten. Probeerde dan met de verpleegkundige, maar die wimpelde het meteen weg. En toch heeft die ervaring mijn hele leven veranderd. Het voelde vooral bevrijdend. Er was geen angst meer voor de dood. Hoezo dood? Ik ging toch gewoon door? Het was alleen prachtig. Geen pijn, geen licht, geen verdriet. Waar zou ik bang voor zijn? Het was mooier dan hier. Maar als je geen angst meer hebt voor de dood en je weet dat die overgang naar het licht ooit komt, dan heb je ook geen angst meer voor het leven. En geen angst voor het leven wil dus zeggen dat je alles kan aanvaarden en accepteren zoals het komt. En later in mijn leven zijn er best wel pittige dingen nog gebeurd. Maar deze ervaring heeft me er altijd doorheen gesleept, wetende dat ik die ervaringen niet krijg
om mij te pesten, maar wetende dat die ervaringen er zijn, zodat mijn ziel ervan kan en mag groeien. Niet bang zijn voor de dood en niet bang zijn mee voor het leven, daar wil ik niet mee zeggen dat ik nooit bang ben. Natuurlijk ken ik angst en natuurlijk ben ik onzeker en natuurlijk ben ik wel eens bang. Maar het staat in geen verhouding meer, snap je? Ik kan het makkelijker relativeren. Het mag er gewoon zijn. Het is zoveel makkelijker geworden. Door deze bijna doodervaring weet ik ook dat de bron bestaat. Dat ik ooit terug naar huis ga. Dat dit tijdelijk is. Wij denken altijd dat hier ons leven is. En proberen we een mooi huis te hebben. Maar thuis is voor mij in het licht bij de bron. Dan ben ik thuis. Daarom weet ik ook zo zeker dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Dat ik ook die verbinding constant heb met die bron. Als je kijkt hoe moeiteloos mijn ziel de weg terug wist. Het ging als vanzelf. Daar moet je moeite voor doen. Alles is ook energie. Er was geen tijd. Er was geen plaats. Ja. Het heeft gemaakt dat ik heel anders in het leven ben gaan staan. En de dingen die niet veranderd zijn. Die zijn rotsvaste overtuigingen geworden. Ik ben zo overtuigd van het bestaan van de bron. En zo overtuigd. Ja. Van die verbindingen bijvoorbeeld. Maar ook het loslaten van een stuk angst. Dat die kleine angstjes die ik nu nog voel, zo makkelijk kan laten zijn gewoon. En op het moment dat ze er mogen zijn en ik omarm ze, dan verlaten ze mij. Hè, want dan heb je ze niet meer nodig. Dit wilde ik heel graag met je delen. Het is voor mij een heel persoonlijk verhaal. Dus ja, laat me hier onder in de comments weten wat je ervan vindt. Dat stel ik erg op prijs. Dankjewel. Als je wil abonneren op dit kanaal, zou natuurlijk geweldig zijn. Een duimpje omhoog is ook geweldig. En ik zie je heel graag een volgende keer terug. Ik wens je veel licht, veel liefde en nog meer lachen. Doei!